Je hebt al een boek geschreven. Nu zijn we 2013. Het is enorm veranderd, niet alleen de wereld, maar ook de wetenschap en het voetbal op zich. Wil dat dan zeggen dat er een groot verschil is tussen dat eerste boek en het tweede boek, jouw visie? Ja, absoluut. Absoluut. En ik ben ook niet beroerd om dat toe te geven. Als ik het eerste boek nu opnieuw zou lezen, dan zou ik moeten vaststellen dat er enkele fouten in staan. Op dat moment werd dat voor waarheid aanzien, vooral dan de rol van lactaat. We hebben daar nu een heel andere visie op. Lactaat was op dat moment een boosdoener. Op dit moment weten we dat net lactaat ons gaat toelaten om inspanningen langer vol te houden. En dat heeft toch wel ontzettende implicaties. En daarom ook dat we met een volledig herwerkte versie zijn gekomen, veel eer dan een gewone herdruk. Zijn er echt heel veel verschillen? Ja, er zijn echt heel veel verschillen, ja. Ik stelde bijvoorbeeld ook een periodisering voor van 6 weken. Dat vind ik nu volledig foutief. Veel te lang. Ik werkte in een soort van blokmethode. Een methode die er over heien ook nog toepast. Terwijl dat ik nu weet uit ervaring dat zo'n blokperiode ervoor zorgt dat de prestaties te veel gaan wisselen. En dat is niet goed. Ik zelf ook heb de term we gaan pieken na de playoffs in de mond genomen. Ik weet nu dat dat absoluut niet kan. En dat performance stabilization, het stabiliseren van prestaties, net de sleutel is tot een goed voetbalseizoen. En dat kan je alleen maar doen door te gaan periodiseren met een mesocyclus van 4 weken, dus een kortere periode dan 6 weken. En ervoor te gaan zorgen dat je niet in blok gaat werken, maar net alle motorische vaardigheden op hetzelfde moment gaat trainen. En hoe komt het dan dat het nu anders bekeken wordt? Is dat een evolutie? Nee, zoals ik daarnet zeg, we werken heel veel met afgeleide wetenschap. Er is geen enkel onderzoek design dat werkelijk kan aantonen dat in het voetbal de ene trainingsmethode beter is dan de andere. Want dan zou je trainingen moeten met een controlegroep en een onderzoeksgroep en wedstrijden moeten gaan meten. Dat is volledig onmogelijk. Dus je werkt met afgeleide wetenschap. En zoals ik daarnet ook zei, voetbalwetenschap stond echt in zijn kinderschoenen. We staan nu nog altijd niet heel ver. Er blijven nog altijd heel veel vraagtekens over. Maar ik denk dat net het unieke aan dit boek is dat we met een aantal mensen geschreven hebben die wetenschappers zijn. Ik ben ook een wetenschapper, maar ik sta tegelijkertijd elke dag van de week op het voetbalveld. Ik probeer daar die afgeleide wetenschap te gaan toepassen. En ik zie dan ook onmiddellijk of dat zo'n afgeleide wetenschap succes zal hebben of net niet. En ik moet door schaar en schande, hè, want ervaring is nog altijd de som van je fouten. Met de schaam en schande ook af en toe mijn ervaring wat bijstellen.